Op de satellietbeelden zien we vanuit het westen de bewolking al dichterbij komen. Ook boven ons omgeving is veel bewolking aanwezig, maar op deze satellietbeelden slecht te zien. Boven de Noordzee zie je wel wat plekken liggen. Die liggen ook boven ons land. Veel bewolking. In het uiterste oosten van het land misschien nog even een glimp van de zon in de vroege ochtend. Maar uiteindelijk is het snel overal sterk nevelig of bewolkt. Uit die dikke bewolking valt soms ook een spat motregen. En uiteindelijk loopt de temperatuur vanmiddag daarbij op naar zo'n 4 tot 6 graden. Daarbij waait een matige wind aan zee, soms vrij krachtig. Vanavond dan blijft het bewolkt en op veel plaatsen een beetje miserig. De temperatuur loopt zelfs een paar graden verderop. Opnadering van de zeer zachte lucht vanuit het zuidwesten. Dat zien we goed terug in de temperatuur morgen. 8 tot 10 graden als maximumtemperatuur. Zeer zacht voor de tijd van het jaar. Daarbij is het wel nat. Met name middags valt er van tijd tot tijd regen en wijdere stevige zuidwestenwind. In de dagen daarna is het allemaal een stuk vriendelijker. Zaterdag, met name in het noorden, nog een enkele bui. Dan temperaturen rond een graad of 7. Zondag en maandag doet de temperatuur een stap terug. Maar op beide dagen is het lang droog. Met name maandag kan er misschien in de avond toch weer een beetje regen vallen. Mijn naam is Hilvergit Jansen en ik wens u nog een fijne donderdag.